En soms zie je toch lopen mensen weg. Met hele dikke rode billen. Waarom gaan jullie nou weg? Ja, je moet ze ook vasthouden, ja, die mensen. Je kan niet zo passief-agressief gaan zeggen, waarom gaan jullie weg? Men staat die mensen vrij om weg te lopen. Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Al die uitjes en activiteiten dagelijks op je feed maken het ons allesbehalve makkelijk om maar geen FOMO te krijgen. En daar ga ik je met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin bij helpen. Deze twee tegenpolen, inclusief mijzelf, vormen het ideale panel om voor jou de meest uiteenlopende activiteiten te testen. Van de Hoge Veluwe tot aan Bordeaux, je ziet het in de FOMO-show. Nou, Toby, het is eindelijk een keer jouw aflevering. Ja, goedemorgen, eindelijk een keer mijn aflevering. Voor mijn aflevering dacht ik van nou, het is wel leuk om weer eens wat te onderzoeken voor mijn pensioen, want daar kijk ik rijkhalsend naar uit. Een mooi boerderijtje ergens met een aantal volwassen dieren die ik dan elke dag een beetje om kan gniffelen. Dikke dieren, lelijke dieren, een kameel, een lama. Volwassen dieren. Wat ik heb volwassen het niet dieren? Nou, ik hoef geen kinderen en ook geen kinderdieren. Het is allemaal labiel. Dan moet je weer te veel verzorgen, te veel aandacht trekken. Rietjes, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus eigenlijk wat iemand anders heeft opgevoed en dan ga jij ervan genieten, zeg maar. Ja, dat is het idee. Ja, ja. En daarom dacht ik van nou, ik moet natuurlijk wel een beetje onderzoeken of mijn voorland dan wel zo leuk is als dat ik eigenlijk verwacht. Dus wij mogen vandaag een dag meehelpen in de dierentuin om de dieren te verzorgen. Oké. Okay. Yes! Ja, ik heb daar wel zin in. Ja, ik vind dat heel leuk. Ik hou echt ontzettend van dieren. Ik vind alleen dieren in kooitjes vind ik wel een beetje zielig. Nee, ja, maar daarom zijn wij een dierentuin waar dat niet zo is. Oké. Okay. Ik vind het mooi dat je dus wil uitzoeken of je hier FOMO voor moet hebben voor het verzorgen van je eigen dieren. Ja, dat is het hele idee aan het programma. Ja. Ja, je bent een soort Pablo Escobar. Iemand die zijn eigen dierentuin koopt. Ja, en dan het liefst ook nog iemand die het gaat verzorgen. Ja, maar precies. Lekker makkelijk. Ja, maar we gaan dus vandaag onderzoeken hoe dat is voor die verzorger om dat te doen. Dat ik me een beetje kan inleven in zijn, ja, in zijn baan. Dus je gaat je inleven in je werknemer. Ja, nou, dat is toch goed? Neem ons mee op sleeptouw. Nou, Toby, kom maar mee, jongens. Ga, laat ons we zien. We staan al voor de entree, dus het is ook niet dat het een verrassing was voor jullie. Wat zijn we te doen? We gaan onze eerste taakje volbrengen, Daan. En, ik zie olifantjes. Je ziet olifantjes. Eén naar lievelingsdier, hè? Weet je dat? De op één naar lievelingsdier. Ach, nou, zeg het maar niet tegen ze. Want... Op één naar lievelingsdier is ja, dat. Ja. Hoeveel lievelingsdieren heb je? Vijf of zo. Vijf. Honden staan denk ik drie aapjes op één. Ja. Olifanten staan op twee. Ja, maar grote apen niet. En specifieke apen? Ja, de orang-outan. Dat is een redelijk grote. Ja. Misschien wel de grootste. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Gert. Goedemorgen, Gert. Zet ons lekker aan het werk. Dat gaan we zeker doen. Het ruikt hier naar ammoniak en het is een goede dierenlucht hier. Oké, Gert. En nu? De boksen schoonmaken. Dus dan vegen we alles even naar de kant. En dan kunnen we dat vanmiddag wegscheppen. Eigenlijk, kort gezegd, we gaan poep scheppen. Ja. Nou, Jasper. Zoveel dat ik er niet eens vooruit krijg. Dit is zoveel. Kijk die keutel, joh. Holy shit. Jasper, werk nou door. Dit is een hele heftige geur. Je staat hier gewoon in het midden van kilo's stront. Ja, Jasper, jij bent dit gewend. Voor jou is dit wel ongeveer een beetje... thuiskomen. En we zijn nog geen 5 minuten aan het werk en Jeppe denkt dat het een goed idee is om met olifantenstront te gaan gooien naar Toby. Ah, teringhond. Echt? Ah, nu al. Ik wil het heel graag nog even in herhaling zien. Ja, we dachten lekker om de dag te beginnen. Eerste 5 minuten. Sorry hoor, Gert, het zijn een beetje ongeleide projectielen. Nu de hokken schoon zijn, krijgen we de kans om de olifanten van dichtbij te aanschouwen. Het is wel echt belangrijk als hier olifanten staan, dat je achter de gele lijn blijft. Maar zoals gebruikelijk gaat deze informatie het ene oor in en het andere oor uit. Wij krijgen ze nu de lijn weer. Gele lijn, ja, hallo. Ik ga ze binnenhalen, dus nu moeten jullie echt strikt. Achter de gele lijn. Hoor je dat? We zijn niet bij de kleuterklas op pad. Achter de gele lijn. We hebben kinderfeestjes gehad die beter luisteren. Wil jij eens komen ze.
Kijk, komt hij aangerend. Zo, wat een beest. Hoe heet deze? Ingata. Ingata. Ja. Hé, hey, Ingata. Kijk eens. Jasper, wat mag je nou doen? Ik mag een stukje eten geven. Dit is een soort koekje. Lijkt een beetje op jouw vega. Oh. Ja, dat kan hij dus nu niet. Nou, dat gaat goed. Waarom mag hij voorbij de gele lijn? Oh, niet voorbij de gele lijn, Toby. Ja, ik sta erbij. Jasper is gewoon jaloers. Die gaat er gelijk op af. Het is net sjoelen. Ja. Ik kan hem niet even aaien. Nee. Mag ik ook hier staan? Wat? Mag ik hier staan? Als je even omwisselen. Dan. Omwisselen. Oh, net een klein kind hier hebben. Het is echt net alsof we met een kinderpartijtje hier zijn. Als Tobias voorbij het gele lijntje is, dan wil Jeppe ook voorbij het gele lijntje. Mag ik ook voorbij het gele lijntje? Ik moet dus mijn gele lijnpositie opgeven voor Jasper. Ik vind het zo leuk dat je zo'n slurf hebt en dingetjes dan kan vastpakken. Je hebt een slurf. Ja, maar dan kan ik geen dingen mee vastpakken. Ik kan er wel dingen gorddroog mee maken, dat is ook een gave. Ik ben allergisch voor hooi, dus ik krijg last van mijn luchtwegen. Dus ik met hooi ga lopen en sjouwen. Dus... Lopen! Hop, hey, kom op! Het zijn een beetje van die beveiligers van Kim Jong-un. Ja. Snel, het hek gaat sluiten. Okay. Nee, ik was het niet. Ik was het niet. Hij deed het toch. Oh god, dit gaat me helemaal mis. Wat erg dit. Ik schaam me echt kapot. We zijn een uur in die dierentuin hier. We worden nu al met z'n strot gegooid. En ze zijn elkaar nu achterna aan het rennen. Het is zo erg. Daar gaan ze nog steeds. Oh. Dan zinkt een moedje toch in de schoenen dat je dit gewoon 5 van dit soort bakken per dag moet ruimen. En dat houdt maar niet op. Hij is lekker warm. Moeten ze worden gedoucht? Ja, af en toe noemen ze douchen, niet iedere keer. Ze heeft een klikker in de handen, dat is een soort klikdoosje. Dat hebben ze geleerd, als ze dat geluid horen. Hé, hey, dat was goed. Misschien kan ik een klikkertje krijgen dat ik dan snoepjes aan Jasper kan geven als hij het goed doet, als hij goed luistert. Oké, daar gaat hij hoor. En verzorgt die olifant beter dan zichzelf. Kom maar. Beetje nukkig van worden. Een leuk geitje. Hi, hallo kleine jongens. He, zitten jullie lekker te smikkelen? Die dieren zien een soort golem verschijnen voor hun op laarzen. Hallo! Ja, met zo'n kraakstem. Je bent echt net karkamel, ben je. Hé, hey, Toby, ga even door die glijbaan. Oeh, je hebt het. Een glijbaan. Zet. Hoehoe! Oei, yo! Oei, yo! Hij gaat inmiddels een oude man. Ja. Wat gaan we nu doen? Mest opruimen. Want we zijn nu een halve dag hier op pad. Ja. Wat zijn je bevindingen? Nou, ik vind dieren gewoon heel leuk. Ja. Zorgen ervoor minder. Pinguïns, kijk eens. Oh, pas ze op. Wapper nou met dat ding, Jasper. Weg, jongens. En dan, als het voeren van de meeste dieren erop zit, krijgen de jongens een opdracht die ze even niet hebben zien aankomen. We gaan eerst naar de dieetkeuken, gaan we even voer klaarmaken voor de bavianen. Oh. En daarna gaan we de presentatie doen. Oh, wat leuk. Kijk, die beesten hebben honger. Goed zo, kom maar door. Smoelenboek. Ja, maar ja, ze lijken gewoon op elkaar. Dat is toch niet te doen? Waar zie je nou een verschil aan? Ze zijn allemaal precies hetzelfde. Draag jij hem even. Goed zo. Ja. Wat ben je nou aan het doen? Ik train jou, dat jij gewoon luistert.
Ik ga het niet pakken. Vegan snoepje. Oprotten. Kijk eens, oh, daar komen ze allemaal zo. De presentatie van de bavianen gaat hier straks beginnen in de Bavianen Arena. Ik herhaal de presentatie gaat straks beginnen in de Bavianen Arena. Mijn god. Moet ze bij elkaar ophouden hiermee. Ik ga heel stom in je bek. Au. Hartstikke welkom. Dit zijn de bavianen. En er zijn 5 soorten bavianen. Je hebt de gele baviaan, de bruine baviaan. Iets zachter praten. Ja. Het is echt keihard. In 1785 is hij voor het eerst omschreven in de wetenschap, in de geschriften. En in 1777 heeft de heer Erfstreven de hele algehele... Maar dit boeit de mensen niet. Ook. Een kwalitatief hoogstandje dit. Echt super voor kinderen. Nou, het is informatief. En soms... Oh, yeah. Er lopen al mensen weg. Met hele dikke rode billen. Waarom gaan jullie nou weg? Nou. Ja, je moet ze ook vasthouden, die mensen. Je kan niet zo passief-agressief gaan zeggen. Waarom gaan jullie weg? Het mens staat die mensen vrij om weg te lopen. Ja, Jasper gaat even de naam noemen. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Jasper. Ik ben ook een nieuwe presentator van het Bavianenteam. Ik heb een paar namen voor jullie. Jasper, wat een Bavianenteam. Even kijken. Nou, u ziet hier de mannetjes, die krijgen allemaal een naam. Of als ze, de vrouwtjes ook, als ze kleintjes krijgen. Ze lijken allemaal erg veel op elkaar, moet ik zeggen. Dus het is moeilijk te zien welke die is. Even kijken, ik had er net eentje gevonden. De Baviaan die daar zit, dat is Gerard. Dat is de oudste Baviaan die er is. Die is namelijk geboren in het jaar 2000. Dus die is al 22 jaar oud. Dat is leuk. Dat waren even de namen van de Baviaan. Gerard. Dan ga ik nu weer wat vertellen over de leefstijl van... Wat een slechte meldstukje. Daan, je stoort ontzettend. Ja. Dus naast dat ze bezig zijn met het veroveren van vrouwtjes... moet er natuurlijk ook gegeten worden. En we gaan ze nu wortels voeren, want dat vinden ze ontzettend lekker. Rot, ik krijg die M voor je hoofd. Ja, maar je komt er gewoon aan. Kijk, Toby, dit is natuurlijk leuk, hè? Zo'n dierentuin. Maar dan moet het natuurlijk ook, het moet wel rendabel zijn. Dus je moet ook souveniertjes en dingetjes kunnen verkopen. Ja. Dus we gaan nu meehelpen in de winkel. Leidzaam. Ja, dit is jouw aflevering, hè? Ja, maar ik was natuurlijk niet van plan om in op mijn boerderij ook een winkeltje te beginnen waar dan vreemden op mijn terrein mogen komen. Zo, je kan toch gewoon met jam en zo? Het was een privélandgoed, had ik hier gedaan. Eieren en jam? Nee, maar geen vieze mensen op mijn terrein. Zo, wij moesten ons melden bij Yvonne. Dat ben ik. Ja. Hi. Ja, je mag hem aan het werk zetten. Dus aanbieding mag. Ja, voor 4,95. 4,95. Zal ik dat eens eventjes aan de man brengen? Ja, zeker. Hallo. Mag ik u op de hoogte brengen van de geweldige aanbieding van deze week? Wacht, ik ga zo even kijken. Geen nog niet echt goed, hè? Met andere woorden, ik hoef ze niet. Nee, maar daar kan ik ook niks aan doen. Dat heeft met jouw verkoopskills te maken. Oké. Goedendag, mevrouw. Mag ik op de hoogte brengen van de aanbieding van de week? Dat is een mop voor 4,95. Oké. Ja, maar ze staan daar bij de mokken. Nou, heel veel winkelplezier. Oh, mama. Je bent wel een beetje opdringerig, hè? Schoon ze rot, man. Je bent veel te... Ja. Dus, ja, hoe vond u dat hij het deed? Zeg het, wat gebeurt er? Ja. Een beetje te heftig, eigenlijk. Laat mij lekker dit doen. Ik vind het verkopen van spullen aan mensen vind ik toch wel zo vervelend. Ja, je bent toch wat een beetje aan het opdringen, want ja. Waar is hij nou? Waar is Tobias? Ik heb geen idee. Buiten, denk ik. Hij was buiten net. Om mokken te verkopen? Ga ik wel vanuit, ja. Dit meen je niet. Hij zit nu gewoon in de zon. Ik dacht dat we eindelijk een keer een dag zouden hebben dat hij niet zou zuipen. Hallo? Hallo? Wat ben je aan het doen? Je had helemaal geen pauze. Ik heb ook even met Yvonne afgesproken. Nee, jij hebt dat helemaal niet. Weet je wat? Ik vroeg Yvonne, waar is die? Zegt ze, ik weet niet, volgens mij is hij buiten mokken aan het verkopen. Het is jouw aflevering. Ja, nou, en in mijn aflevering wordt ook af en toe een klein pilsje gedronken. Ja. Als ik mag kiezen. Heerlijk. Dat kan natuurlijk niet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dus ja, gewoon per direct ontslagen. Onder mijn tijd was er geen bier gedronken. Neem een biertje gewoon mee. Je gaat toch niet onder werktijd ook... zeggen dat je op het terras iets gaat verkopen en dan gewoon met een pot bier erin zitten. Dat kan niet. Ja, maar ik zeg sorry.
Sorry. Nou, de bril moet zo terug. Ja. Nog, wat zei je? Ik heb al 3 keer sorry gezegd. Nee, ik hoorde je niet. Ja, sorry. Oké. Okay. Nou, dan zetten we je alsnog nu het park uit. Ga je mee? Ja. Moet je FOMO hebben voor het hebben van een eigen dierentuin? Het probleem met dieren is weer dat ze erg ondankbaar zijn. Ik heb vandaag vaak geprobeerd een soort van contact met ze te maken. Maar dat is niet te doen, behalve met eten. Verder vind ik het ook, valt het me wel tegen hoeveel werk het is. Veel poep, kilo stront, heel veel eten. Eigenlijk heb je er gewoon echt een dagtaak aan. Dus ja. Kijk, het probleem met kinderen is dat je ze dus niet in een hokje kan stoppen en dan af en toe aanhalen als je daar zelf behoefte aan hebt. Maar dat kun je dus met dieren wel doen, wat erg fijn is. Ja. Al met al geef ik het 4 Tobias. Zo, ja. Hey, dat is ruim. Dat misschien komt niet vaak voor dat jij 4 Tobias geeft. Voor. Het is wel een hele mooie plek. Maar toch vind ik dat af en toe nog wel lastig. Ik denk, ja, wij hebben gewoon besloten, deze trek uit de natuur zetten hier neer. Zo geboren. Wil je dan nooit een huisdier? Jawel, maar honden die zijn helemaal zo geëvolueerd dat ze echt huisdieren zijn. Deze, al hun voorouders die zijn altijd al dierentuindieren. Ja. Welkom bij Zomergasten. Ja, maar het is zo'n vierenargument. Al met al is dit de beste plek voor dieren, denk ik, om te leven. Toch 4, je hebt een joker schoon. Oh. jongen. Ik heb gelachen, ik heb genoten. Ik vond het een waanzinnige dag en ik vind het ook mindful. Je bent gewoon bezig met het leven en met de natuur. En dat vind ik heel mooi. Ik geef het 5 dino's. Oh, oh, nou, ja. Kijk eens. Dank je. Dus, al met al, moet je FOMO hebben voor het hebben van een eigen dierentuin? Ja. Zeker. Ja. Nou, vond je dit nou een leuke video? Blijf even een duimpje omhoog. Vergeet niet te reageren in de comments en abonneer op dit kanaal. Tot de volgende keer. Doei.